eet een lepel hot saus. Zo, maar deze is wel echt... Nee, niet die bom. Kijk eens aan. Deze is wel echt vreselijk, man. Serieus. Ik kan heel goed tegen hot saus. En dat werkt wel een beetje mijn nadeel. De rest weet dat. Dus gaan ze me ook lekker laag proberen te laten bieden. Ik sta nog steeds op nul op dit moment en ik moet dus wel gaan bieden. Maar deze hete saus kan ik best hebben, dus ik ben bereid diep te gaan. 2000 euro. Mat. 1500 euro. 1000 euro rond. Raoul. Ga je mee voor 900 euro? Je moet. Je moet. Je blijft op nul staan. 900 euro. Mat. 800 euro. 800 euro. Zijn allemaal vrienden van je. 700 euro in slag. Wat zijn we nou doen, jongen? 700 euro. 700 euro, nog één keer 600 euro. 600, 500 euro. Ga je mee voor 400 euro? 500 euro in slag. 500 euro eenmaal. 400 euro. Mat, 400 euro. Milo, 300 euro in slag. 300 euro eenmaal. 300 euro, 200 euro in slag. 200 euro, Raoul. 200 euro. 200 euro in slag, eenmaal. 200 euro, andermaal. Niemand meer, niemand beter. 200 euro. 200, helemaal niks, maar ik wilde gewoon jou sowieso niet laten winnen. Jij moet niet boven me uitkomen, vriend. Prima, vriend. Prima, vriend. 200 euro, baby. En hij is van mij. Hoeveel pijn kan het nou werkelijk doen? Die saus is niet normaal. Een eetlepel vol. Oh. Ja, dit is echt veel, man. We zijn er klaar voor. Mondje open. Oh, mijn god, man. Fantastisch. Ik scoop die lepel in één keer in mijn keel. En ik denk... Dit valt best wel mee. Hij wil er nog één. Nee, hoeft niet. Maar naarmate dat sausje verder door mijn slokdarm glijdt, merk ik ook... Dit brandt. Ja, ik zie die Roel en die komt in een soort trance terecht... waarvan ik denk, ja, dit had ik zeker niet overleefd. Het is maar goed dat hij hem pakt. We zijn trots op je. Ja, helpt dat? Doe ik een beetje emotioneel. Fantastisch. Het brandt! Maar ik laat het niet blijken. En die man loopt terug naar zijn stoel en die doet alsof hij helemaal nergens last van heeft. Maar toen hij ging zitten, moest hij toch even een pakje melk hebben, hoor. Want water helpt niet goed. Gaat het? Ik voel me heel niet meer. Maar Roel, je staat wel nu 290 euro en 1 cent. Dus dat is op zich wel een prestatie. Ja, daarom is stop toch? Ja. We gaan verder met het volgende, ook wederom, heftige item. Spring in het meer. Hoe eenvoudig kan het zijn? Kopje onder, hè? Kopje onder, kopje uiteraard. Onder. Milo en ik staan nog heel laag op dit moment, 0 en 40 cent. Dus één van ons moet deze wel pakken. Milo, openingsbod. 2200 euro. 22, 2100 euro. 21, 2000 euro. 2000 euro. 1900 euro in slag. 1900 euro. 19, 1800 euro. 1800 euro. 18, 1700 euro. Robbie. 1000, 1600 euro. 1600 euro in slag. 1600 euro. Milo, 1500 euro. 1500 euro. Er was een bidding war tussen Milo en Matty. Maar wat niemand zag aankomen, was dat ik ook meedeed in deze race. 1500 euro. 1400 euro. Raoul. Ga dan maar lopen. 1400 euro. 2400 euro. Niemand meer. Niemand beter. 1400 euro. Verkocht aan Raoul. Ga er meer in. Ga er even meer in, joh. Hij vindt het gewoon weer lekker natuurlijk. En dan moet die Roel toch weer in het meer. Eigenlijk voor hem wel een voordeel, kan hij even afkoelen van die hele hete saus. Ja, heftig. Het is zweetnaadje, zie je dat? Ja, dat komt van die saus. Het is koud, jongen. Tering. Oh, misschien ga ik wel kotsen in dat meer. Jongens, vinden jullie ook dat Koen vandaag echt als een korfbal praat? Alsof hij een bal in zijn keel heeft? Kom, zeg eens wat. Gaan we nog een beetje vanavond naar de show? Gaan we naar de sociëteit? Oeh. Oh, daar gaat hij al. Oh. Een beetje vriend. Dit is echt... Kopje onder. Zo koud. Kopje onder. Besef hoe warm zijn binnenkant is en hoe koud zijn buitenkant nu is. Dit is echt een prachtige achtergrond voor je Windows-computer. Ik had wel rond eruit gereden, denk ik. Oh. Daar gaat hij. Vreselijk. Damme, jongen. Hij heeft ook helemaal geen handdoek of iets meegenomen. Hij zei gewoon... Ja! Ja. Hij is zo rijk nu, man. Ik brand van binnen, maar ik heb het koud van buiten. Het is een rare combinatie. Het was het beste plonsje dat ik ooit heb genomen, want ik ging kopje onder voor 1400 euro. Maar in een meer springen, in de winter, in de Ardennen, is geen goed idee. Zou ik moeten overgeven met die saus, dat het dan morgen minder erg is? Dat zou denk ik wel kunnen helpen, hoor. Maar ik weet niet of je dan de rest van de dag
Ik hoor zojuist dat Roel alles heeft uitgekotst nadat hij in het meer is geweest. Al die hete saus. Als ik dat had geweten, had hij die 200 euro weer in mogen leveren. Zo, dat lucht op. En ik denk dat mijn anus me heel dankbaar is de volgende dag.